Hallo YouTube, welkom bij deze nieuwe aflevering van Watch Dogs. Zoals beloofd gingen we nog wat zijmissies spelen. En laten we daarmee beginnen. Vandaag spelen we een crimineel konvooi. Waarschijnlijk worden dit kortere afleveringen als normaal. Maar dat is niet eenmaal zo. De echte game is natuurlijk meer uitgebreid dan konvooi's en zo. Dus het gaan wel leuke afleveringen worden natuurlijk. Het is nog altijd Watch Dogs en het blijft en is een leuke game. Maar hopelijk blijven jullie dus ook de serie. Daar hoop ik super hard op dat jullie, ondanks dat het spel eigenlijk het hoofdverhaal uit is, toch blijven volgen. Want ik blijf het een super game vinden, ook al is hij redelijk snel uitgespeeld. Ja, toch het hoofdverhaal. Op zich, die game is praktisch nooit uit, hè. Dat is natuurlijk wel weer het risico. Dat ze de politie bellen als je dat doet. En dat je een burger of zo doodt. Maar op zich, het gaat redelijk vlot. En het is een redelijk goede techniek, vind ik. Dus waarom hem niet gebruiken dan? Oké, auto is er nadien wel echt aan. Maar daar blijft het eigenlijk ook wel bij. De rest is het echt nog wel heel efficiënt. En ja, zoals je ziet, 10 seconden of zo en het is wat gedaan. Dus ja. Het was dan deze aflevering van Watch Dogs. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Er komen zeker nog nieuwe afleveringen, zoals de Spider Tank en de allerlei andere zijmissies. Dus tot de volgende keer bij een nieuwe zijmissie van Watch Dogs. Zo moet ik het deze keer zeggen. En vergeet zeker niet te liken op deze video en te subscriben op de 5 Legends. Of en laat een comment wat je ervan vond. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe zijmissie van Watch Dogs.